Bedankt. Asje. Ik dacht dat jij nog moest werken. Ja, daarom juist. Kom ik alvast een beetje in de stemming. Nou ja, waarom ook niet? Ik heb al een biertje verdiend. Zware dag gehad. Aanvaring gaat met jouw ex. Die al? Ja. Was met Laura en de koning. Kom zo aan hoor, commentaar. Wacht even, Laura wie? Albert. Oh? Ja, nee, ik wist niet dat jij zo close was met Laura Albert. Nou, we werken veel samen. Ze heeft een atelier op zolder. Hey, en wat had Dianne eigenlijk? Ah, weet ik veel. Ze stoorde zich aan ons. Stond een beetje te lachen. Blijkbaar vond ze dat niet kunnen. Ja, ja. Wat deden jullie dan? Darten. Darten? Ja. Maar blijkbaar wordt er dan meteen weer van alles achtergezocht. Wacht eventjes. Dianne dacht zeker dat jullie... dat jij iets met de tand had. Precies. Burgerlijk gedoe. Je kan toch gewoon goede vrienden zijn zonder dat er dan meteen sprake is van... En trouwens, bemoeit dat mens zich mee? Stijn, je hoeft je niet gelijk te gaan verdedigen. Ik bedoel, jij met Laura Alberts. Beetje absurd, vind je niet? Of, zie je iets in hem? Wat? Ja, of jij iets in Laura Alberts ziet. Je jas ligt op de grond trouwens. Het is een leuk mens hoor, als je die beter kent. Mm-hmm. Maar, that's it. Nou, ze is gevoelig, je kunt met haar lachen. Wat? Val jij op oudere vrouwen? Nou, je wordt toch niet verliefd op een geboortedatum? Nee, oké, dat niet, maar de laatste keer dat ik je zag, was je nog helemaal in de maan van Linda, dus. Dat is iets heel anders. Ja, zeg dat wel. Met Laura heb ik een heel bijzondere band. Niet dat ik nou een relatie met haar wil of met haar aan bed of zo. Ja, hey, hallo, ik zie het al voor me. Jij met de moeder van Arnie. Kan toch niet? Of wel?